In deze LTO-update de stemmingen over onder meer stikstof en het ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over de oorlog in Oekraïne. Morgenmiddag vinden er in de Tweede Kamer stemmingen plaats over onder meer stikstof. De afgelopen weken hebben we intensief gesproken en gelobbyd met de partijen in de Tweede Kamer. Het belangrijkste is dat de pasmelders nog dit jaar gelegaliseerd worden. En dat er meer wordt gekeken naar natuurkwaliteit in plaats van blind te staren op KDW-normen. Bovendien vinden we dat er een veel groter deel van het beschikbare stikstofbudget naar innovatie gaat. De Tweede Kamer heeft hier vorige week goede moties over ingediend. We volgen de stemmingen dan ook nauwlettend. Morgen vindt er een rondetafelgesprek plaats over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. LTO Nederland zit aan tafel. Maar ook Kees Huizinga neemt deel aan het gesprek. Kees is een van oorsprong Nederlandse akkerbouwer in Oekraïne. En was de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws om te spreken over zijn ervaringen en grote zorgen. Daarnaast zitten er morgen ook Nederlandse boeren aan tafel om te spreken over de directe en indirecte gevolgen van de oorlog voor ons eigen land. Tijdens het gesprek zullen we er onder andere voor pleiten om Nederlandse en Europese landbouw beter te beschermen vanwege de strategische waarde. Maar ook spreken we over eenvoudige korte termijn oplossingen, zoals het opnieuw invoeren van rode diesel. Morgenavond is het digitaal te volgen op de website van de Tweede Kamer.